Van harte welkom allemaal hier. Fijn dat u er allemaal bent in de aula van de Munnikehof voor deze afscheidsdienst. Mijn naam is Leontine Benes en ik zal namens Simone Bijenuitvaartzorg deze dienst leiden vandaag. En ik wil u vragen om even te kijken of u uw telefoon ook op zacht of het liefst nog uit heeft staan, zodat er zometeen niet onverwachts toch nog een telefoon afgaat. En u denkt misschien, tuurlijk heb ik dat gedaan, maar het gebeurt ons toch nog te vaak dat die afgaat. Ik wens u allemaal vanaf deze plek een hele mooie dienst toe.
Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven. Jij zult altijd in mijn gedachten zijn. Ik zal nog van je dromen en je stem nog horen. Ik kan niet begrijpen dat jij weg bent, voorgoed. Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven. Jij zult altijd met mij meegaan op de levensweg. Ik zal heimwee naar je hebben. Ik had je nog langer vast willen houden. Ik had je nog zoveel willen vragen. Jij blijft een litteken in mijn bestaan. Je blijft een teken van liefde in mijn leven. Aan jou zal ik mij optrekken. Jouw gedenken zal ik groeien en krachtig worden. Ik zal vol levensmoed verder gaan. Jij, onzichtbaar, bij mij. Henk, Anno, Bianca, Marjan en Leo, Dick en Annemoon, Bente en in gedachten Sjan. We zijn hier bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van een mens die wij innig liefhebben. Maria Pieternella Pomp van de Kraats. Ria. Wie van ons zou dat kunnen? Een mens loslaten die jouw liefde en leven geschonken heeft. Het is de werkelijkheid die we niet kunnen bevatten en die ons leven op zijn kop zet. Lange, lange tijd hebben jullie opgetrokken. Een vrouw, een moeder, een schoonmoeder en oma die midden in het leven stond. Die geïnteresseerd was in wat de ander bezighield. Die attent was, empathisch en een echt gezelschapsmens was. Het leven leek zijn gangetje te gaan en uiteraard met zijn ups en downs. Tot Ria vorige week woensdag zo benauwd werd en opgenomen werd in het ziekenhuis. Haar krachten namen af en zij is op vrijdag 18 november gestorven. In de leeftijd van 79 jaar. We hadden hier niet willen zitten. Het voelt niet goed om hier te zijn. Om afscheid te moeten nemen van je vrouw, je moeder, van de oma, van Ria. En de afgelopen week was zwaar, maar ook bijzonder. Met elkaar hebben we stap voor stap naar deze dag toegewerkt. De dag dat we het lichaam van Ria gaan begraven. Wat zou ze trots zijn als ze had gezien hoe jullie deze week met elkaar, maar ook met ons, deze uitvaart hebben besproken. En uit alles zagen wij door het verdriet heen dat jullie een liefde over haar spraken. Dat ze een hele warme vrouw is geweest. En zo zijn we hier vandaag om elkaar te steunen en in een kring van liefde om haar gezin heen te zitten. We zijn hier om met elkaar herinneringen te delen, verdriet te delen, maar ook dankbaarheid te laten zien om wat Ria heeft betekend. We luisteren naar het woord van God, we luisteren naar muziek en vertellen verhalen aan elkaar. Zodat het verdriet van nu een mooie herinnering mag zijn voor later. Mighty fools know, for he alone.
En dan geef ik nu graag het woord aan dominee Karels van de Westerkerk. Ook in deze dienst waarin we afscheid nemen van uw vrouw, van jullie moeder en oma, willen we samen Gods woord openen. Voordat we dat doen, willen we al eerst een zegen vragen. De Heer God vraagt dat hij bij ons aanwezig zal zijn, ook hier op deze plaats. Heere God in de hemel, we zijn op deze vrijdagmiddag bijeengekomen. Heer, voordat we het lichaam van geliefde vrouw, moeder en oma, in welke relatie we ook tot haar stonden, van Maria Pieternella Pomp van de Kraats, van Ria, zullen begraven. Hier komen we tot u. Heere, dank dat u ook vanmiddag erbij wil zijn. Dat we ook vanmiddag bij u mogen komen. Bidden om uw kracht, uw nabijheid, om troost. Heere, wilt u ook vanmiddag tot ons spreken als wij uit uw woord lezen. Heer, u weet hoe we hier zitten, hoe we ons voelen. U weet wanneer we misschien ook op een afstand meekijken, verbonden zijn. Heer, wil u ons sterken, troosten. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u de Bijbel openen. Het gedeelte dat we afgelopen dinsdag toen we elkaar spraken ook samen hebben gelezen uit Matthäus 6, de zogenaamde bergreden. En daarvan lezen we het hoofdstuk 6, de versen 24 tot en met het einde van het hoofdstuk 34. We hebben Jezus horen zeggen: niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel, het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen jullie al die andere dingen erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorg voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Beste heer Pomp, kinderen, kleinkind, verdere familie, graag aanwezigen. Kijk naar de vogels in de lucht. Het zijn de woorden die te lezen zijn op de binnenzijde van de rouwkaart, waarop het overlijden vermeld staat van uw vrouw. Op het eerste oog mogelijk
vreemde woorden. Of in ieder geval opmerkelijke woorden. Was jullie moeder dan zo'n groot vogelliefhebber? Iemand die alle vogels kon herkennen, onderscheiden? Is dat de reden van de vogels op de voorkant van de rouwkaart? Ik weet het niet precies. Maar die woorden over de vogels in de lucht hebben naast dat mogelijk ook meer te zeggen. Ze komen ergens vandaan. Het staat er ook bij, tussen haakjes. Uit het evangelie van Matthäus. Het zijn woorden van Jezus die hij destijds sprak, toen hij het had over Gods zorg voor mensenleven. Gods zorg voor de mensen die op dat moment om hem heen waren. Wanneer Jezus daarover spreekt, dan zegt hij tegen zijn tijdgenoten: maak je geen zorgen over je leven. Of wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam. Over wat je zult aantrekken. Maak je geen zorgen. Was er dan geen aanleiding om je zorgen te maken in die tijd? Was alles dan toen voorhanden? Nou, dat geloof ik van niet. Waarschijnlijk zal Jezus juist ingehaakt hebben op de zorgen die mensen ook in die tijd gehad hebben. Waar ze mogelijk druk mee waren. Wat hen bezig hield voortdurend. Hij zal het juist waarschijnlijk opgemerkt hebben. Hoe mensen in beslag kunnen worden genomen door allerlei dingen. Maar hij plaatst er een kanttekening bij. Is het leven niet meer dan voedsel? En het lichaam niet meer dan kleding. En dan wijst Jezus vervolgens naar die vogels in de lucht. Kijk nou eens gewoon naar die overvliegende vogels. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze vullen geen voorraadschuren. Ze zijn daar niet druk mee. Maar het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Hij zorgt voor ze. Zijn jullie dan als mensen niet meer waard dan zijn? Zou hij dan ook niet voor jullie zorgen? Maak je daarom geen zorgen. Ga daar niet in onder. Het zijn woorden die de eeuwen door veel mensen hebben aangesproken. Als een bemoediging. Zeker op moeilijke momenten. Om dan dit gedeelte te lezen en op je in te laten werken. Tegelijkertijd kan ik me goed voorstellen dat zulke woorden ook de nodige vragen zullen oproepen. Misschien vanmiddag ook wel bij u of bij jou. Als ik alleen al denk over wat u afgelopen dinsdag tijdens de ontmoeting die we hadden ter voorbereiding op deze dienst vertelde over het leven van uw vrouw en jullie moeder. Hoe dat verloop is. Wat ze daarin meemaakt. Dan ging alles niet zomaar van een leien dakje. Hoe we vertelden hoe vroeg ze al haar vader verloor. Wat een impact dat gehad moet hebben op het gezinsleven destijds. Dus ook voor haar jeugd. Hoe we vertelden dat ze opgroeide. Ja, in zekere zin ook in stille armoede op bepaalde momenten. Wat het betekend moet hebben in het alledaagse leven. En wat kwam het regelmatig in ons gesprek naar voren? Dat ze veel en hard heeft moeten werken. Wat ze ook gedaan heeft. Het is haar in het leven niet allemaal, om het zo maar te zeggen, komen aanwaaien. Ik kan me voorstellen dat het vertrouwen in God van tijd tot tijd op de proef werd gesteld. Toen u ook vertelde over de nodige zorgen die in de loop van de jaren er geweest zijn omtrent de gezondheid van verschillende gezinsleden. Wat het betekend moet hebben, ook voor haar. Om dan te lezen, maak je geen zorg. Dat is niet iets gemakkelijks, vanzelfsprekends. En mogelijk is dat voor sommigen vanmiddag hier aanwezig wel herkenbaar.
In wat u zelf meedraagt. In wat u of jij meegemaakt hebt in het leven. Gebeurtenissen met grote impact. Of hoe het gaat op dit moment. Zoals je hier aanwezig bent. Ik denk aan de zorgen die er kunnen zijn. Op zoveel verschillende terreinen. Wat betreft gezondheid of financiën. Dingen die je overdag, maar soms nog wel meer ook 's nachts in beslag kunnen nemen. En dan toch, juist tegen die achtergrond spreekt Jezus deze woorden. Hij ontkent die zorgen niet en die moeite alsof ze er niet zijn. Nee, hij benoemt ze juist. Het kwaad van deze wereld om ons heen. Mogelijk ver weg, op afstand, maar misschien ook wel heel dicht bij huis. Maar juist dan wijst Jezus naar zijn hemelse Vader, die er is, die als een ouder zorgt. En wat het betekent, de zorg van een ouder, dat kwam afgelopen dinsdag ook zo naar voren. Toen u opmerkte hoe zorgzaam uw moeder voor u was. De kostbare herinneringen die u mag meedragen. In zekere zin wordt de Heere God op zo'n wijze ook als een ouder beschreven. Die in bewogenheid naar deze wereld omziet. Niet vanaf een afstand. Maar die daarvoor zijn eigen zoon heeft gegeven in deze wereld. En bij wiens komst we binnenkort weer zullen stilstaan met kerst. Jezus wijst. Kijk naar hem. Zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Verwacht het van hem. Hij die werkelijk houvast geeft. Want dat vertrouwen, dat kan bijvoorbeeld ons geld niet geven. Iets waarop we zo snel ons vertrouwen lijken te stellen. Iets wat als een god aanbeden wordt. In ons gedeelte genoemd als de god Mammon. En juist vandaag, op deze zogenaamde Black Friday, waar zoveel mensen gericht zijn op kopen, op koopjes, zou ik willen zeggen. En dat zeg ik net zo goed ook tegen mezelf. Het zijn niet de spullen die je werkelijk geluk kunnen geven. Ook niet die koopjes die we misschien binnenhalen met Black Friday. Hoe dikwijls vullen ze veel eerder een bepaalde leegte op. Het steeds meer willen hebben. Maar laten ze ons uiteindelijk met lege handen achter. Jezus wijst zijn tijdgenoten, maar ook ons vanmiddag, op een hemelse Vader die voor ons wil zorgen. Die als geen ander weet wat we nodig hebben. En wat is het dan ook goed om zijn zegeningen te tellen. Onder ogen te zien, ook in deze dienst. Als ik denk hoe u, meneer Pomp, zoveel jaren met uw vrouw heeft mogen optrekken. Hoe u jubilea hebt mogen vieren. Door alle moeite en zorgen heen. Zoveel jaren aan elkaar gegeven. Zoveel kostbare herinneringen die afgelopen dagen waarschijnlijk ook in het gezinsverband gedeeld zullen zijn. Of wanneer je mensen om je heen mag hebben, zoals het ook vanmiddag duidelijk wordt in uw aanwezigheid. Die betrokkenheid tonen. Verschillende van u, de meeste van u, ken ik niet of nauwelijks. Ik weet niet wat u en wat jou bezighoudt. Maar ik vind het wel mooi, die woorden op die rouwkaart. Die verwijzen naar die Vader. Zoek het bij hem. Bij zijn koninkrijk. Voor hem is een mensenleven zoveel meer waard dan een vogel in de lucht. Ook het leven van u en van jou. Amen. Thank you.
willen samen naar de Heere God ook onze dank uitspreken voor wat hij geschonken heeft, het leven van Ria. En mogen elkaar ook opdragen aan Gods zorg. Heere God in de hemel, zo komen opnieuw tot u. Wil u danken. Danken voor alles wat u geschonken hebt in het leven van Maria Pieternella Pomp van der Kraats. Wat u geschonken hebt in het leven van Ria. Wil u danken voor haar leven. Dat u zich zelf ook hebt willen verbinden met haar leven. Haar naam hebt genoemd. Al heel jong. Mee bent gegaan. Heere, dank voor zegeningen. Aan ons in haar geschonken. Zoveel jaren mocht ze echtgenote zijn van Henk Pomp. Heere, dank voor haar plaats in het gezin. Ook als moeder. Anno, Marjan en Dick. Schoonmoeder van Bianca, Leo en Annemoon. Oma van Sean, Sean en Bente. Heere, wie ze was. Als nicht. Een andere familierelatie. Als buur. Als vriendin. Heere, we danken u voor haar leven. We bidden, ga met ons mee. Ook als we straks van hier gaan. Naar de begraafplaats. Ga met ons mee. Wilt u ons omringen met uw zorg? Wilt u troost en kracht geven? Omring ons zo met uw zorg. We bidden het u. In Jezus' naam. Amen. I am strong when I am on your shore.
Prachtige foto's die herinneringen ophalen waar we verhalen over kunnen vertellen. Maar volgens mij kunnen jullie nog veel meer verhalen vertellen en herinneringen ophalen. En Marjan, mag ik jou als eerste het woord geven? Ik hoop dat ik voor iedereen goed te verstaan zal zijn. Want mijn vader als geluidstechnicus als kruispunt heeft verschillende keren gezegd dat hij dat heel belangrijk zou vinden. Dus als het niet zo is, dan wil ik het graag horen. Ja, mijn moeder. Het is heel moeilijk om te beschrijven hoe de band was met mijn moeder. Alleen als je hier zo staat en je spreekt het woordje was uit, dat maakt het al heel zwaar. Want hoe oud je als mens ook wordt, je moeder hoort niet dood te gaan. Die is eigenlijk de enige die altijd onsterfelijk moet zijn. En je vader natuurlijk ook. Maar goed, het is zo. De laatste jaren waren zwaar voor mijn moeder. Haar lijf was op en daarmee ook de levensvreugde. En voor haar is het goed zo. Het is nu aan ons, aan pa en de rest van ons, om haar te laten gaan. En dat is een moeilijke taak. Het mooie aan dit proces is wel dat er heel veel herinneringen boven komen. En dan zijn dat gelukkig met name de mooie herinneringen. Ik denk dan aan eindeloze potjes met Zergje niet. Als ik thuis kwam met school, dan stond het bord al klaar op de tafel. En dan werden er behoorlijk wat potjes weggespeeld. In de tijd van nu waren dat heel veel potjes wordfeut. En dan moest ik nog behoorlijk moeite doen om ook een keer te winnen. En altijd als ik wegfietste van huis, dan stond ma en vaak samen met pa, stonden ze voor het raam, stonden ze ons na te zwaaien. Dat is een mooie herinnering. En in een kleine witte Fiatje, daar hebben we heel wat kilometers mee afgekart. Overal heen. En soms reed pa dan achter ons aan. En dan werd het een wedstrijdje wie er het eerst thuis was. En dan gaf ma rechts aan en dan ging ze links. Dat was een pa om het dwaalspoor te brengen. Ze was dan ook af en toe nog een klein beetje stout. En ma in dat kleine witte autootje, dat is zo'n dierbare herinnering. Dat Leo en ik, toen we gingen trouwen, hadden wij als trouwauto ook een klein wit Fiatje. En ook nu hoop ik nog, he, ooit een keer de bezitter te worden van een klein wit Fiatje. En later, toen ik ging stappen, toen gaf ze pa de opdracht om beneden op de bank op mij te wachten. Zodat ze zeker wist dat ik weer veilig thuis zou zijn gekomen. Dan kwam ik thuis en lag pa gewoon slapen op de bank. En dan ging ik me op hun slaapkamer afmelden bij ma. Waar is je vader? Vroeg ze dan. En dan moest ik hem toch maar wakker gaan maken. Ma heeft nooit leren zwemmen als kind. En op latere leeftijd heeft ze toch besloten om nog maar zwemles te gaan nemen. Want ze wilde toch nog wel een keer met ons, de kinderen, naar het zwembad kunnen. En ik zie er nog zo voor me staan, zo huiverend op de rand van het zwembad. En dan had ze een gebloemde badmuts op. En die hele zwemlessen, ja, dat werd geen succes. Want zoals pa zei, ze zwom als een baksteen. Maar dat ze het wilde doen, dat was natuurlijk het allerbelangrijkste. Ma die kon ook heel grappig zijn. Ik kan me nog een keer herinneren dat ma op een gegeven moment 's ochtends naar beneden kwam, in de peignoir. En dat we allemaal even moesten gaan zitten. En toen gaf ze met heel veel theater en bij passende geluiden een minuut tot minuut verslag voor wat zij die nacht met pa en zijn keiharde snurken had doorgemaakt. Inclusief dat ze me een glaasje water had gegeven waarmee die prompt omviel. Daarna had ik echt buikpijn van het lachen. En later werd ze naast oma van Sean ook oma van Bente. Er was op de hele wereld geen trotsere grootmoeder. Het wiegje waarin wij ook alle drie hadden gelegen als baby, die heeft ze helemaal opnieuw bekleed. Dan lag Bette dan Prins Thijs heerlijk in te slapen. Toen Bente nog heel klein was, ben ik een tijd ziek geweest. Ik heb een tijd in het ziekenhuis gelegen. En toen is Bente heel veel bij opa en oma geweest. En voor mij was dat heel fijn. Want ik wist gewoon dat ze nergens beter verzorgd zou worden als bij oma.
Dus dat gaf rust voor mij. Mijn moeder was een zorger. En die was op de best als ze voor anderen kon zorgen. En mensen die ons gezin langer kennen dan vandaag, die weten dat er genoeg zorgen zijn geweest. En dat er ook genoeg is geweest om voor te zorgen. En die goed bedoelde zorg, die leverde voor mij ook wel eens onvrede op. Want in loslaten, daar was geen ster in. Dus we hebben heus ook vaak ruzie gehad. En elkaar niet goed begrepen. En irritaties aan elkaar opgelopen. Want tenslotte zijn we allemaal mensen met onze eigen eigenaardigheden. Maar wat ik zo graag had gezien, was dat ze ook wat beter voor zichzelf had gezorgd. Wat voor mij nooit een vraag is geweest, maar een zekerheid, is dat ze van me hield. En dat ze er altijd zou zijn als ik er nodig had. En vooral als ik het ook toe zou laten. Ik hoop en wens dat ze ook geweten heeft dat ik van haar hield. En dat ik er voor haar heb willen zijn. Zo'n beetje het laatste wat ze tegen me gezegd heeft is: zorgen jullie voor pa? En ik beloof jou, lieve mama, dat ik er zal zijn voor pa. En daar hoef jij je echt geen zorgen meer over te maken. Ik wens voor jou rust en vrede. Want dat heb je verdiend, lieve mama. Je hebt het goed gedaan. Je dochter, Marjan. Anno, mag ik jou het woord geven? Woensdagavond. Toen klapte ik mijn laptop open en ik dacht, ik ga opschrijven. Nou, zo'n type verhaal als Marjan net gehouden heeft. En terwijl ik nadat ik Word gestart had, kwam het er vanzelf uit. Ma was de zon van ons gezin, waar wij als planeten omheen draaiden. En de tweede zin die ik indiepte was: zij heeft me gemaakt tot wie ik ben. Toen ging ik nadenken over waarom komen die zinnen er zo makkelijk uit. Waar komt dat nou vandaan? En bij het nadenken daarover kwam dat omdat de persoon van wie ze was. Uitermate betrokken. Heel lief. Er altijd voor je zijn. Maar als je daar dan echt langer over nadenkt, dan is dat eigenlijk dat ze nooit opgeeft. Aan jou als persoon. Ze zal je nooit in de steek laten. En ze wil altijd dat het goed met je gaat. Ik merk nu voor het eerst in een week dat het mij ook doorbreekt. En op het oog, misschien voor de hand liggende dingen die ze deed, waren daarom extra bijzonder. Want je weet, vanwege de persoon die het is, is ze er voor jou en wil ze er voor je zijn. Ik zal een paar dingen noemen die daar voor mij uitsprongen. Eerst is natuurlijk toen ik als anderhalfjarige of zo in het ziekenhuis heb gelegen, heel lang, kwam ze iedere dag langs. 2 keer per dag. 3 keer per dag. Ik word hiervoor gecorrigeerd. En dat door weer en wind, en toen was het openbaar vervoer nog niet zo goed als nu. En dat witte Fiatje, dat was er ook nog niet. Dus het was iedere keer ook weer een opgave om 3 keer per dag naar het ziekenhuis te komen. Later op de lagere school, toen bleek dat mede doet dyslexie en misschien ook wel andere dingen, het schooladvies was om niet zo geweldige opleiding te gaan volgen. Toen namen zij een paar dagen geen genoegen mee. Maar ze hebben ervoor gezorgd dat ik wel naar een school ging waar ik tot wasdom kon komen. Dat was iedere keer toch wel een opgave. Die school stond ook niet in Veenendaal. Die school die was in Oosterbeek. Dus ik moest iedere dag met de trein op en neer. Nou, iedereen die mij kent, die snapt wat er gebeurt. Ik raak de trein op het moment kwijt. Ja. Voor degenen die wat jonger waren, dan moest je naar zo'n glazen telefooncel waar een kwartje in moest. En dan belde ik naar huis, naar ma. En wat deed ma dan? Ja, die stapte in dat kleine Fiatje waar Marjan het over had. En die zoefde als een dolle, in een behoorlijk hoog tempo richting Oosterbeek. Hij pikte mij erop. En dan ging zij mijn schooltas graven. En dan vond ze het wel weer het abonnement natuurlijk. Dus dat was, maar goed, ik had wel weer een ritje met erop en neer gemaakt. Waar ik haar nooit genoeg dankbaar voor kan zijn, was toen ik als 20-jarig het huis uitging en ze me leerde koken. Ik heb het nog steeds over die bloemkool met een papje die zij er ons dan voorzette. En dat vind ik nog steeds ongeveer het lekkerste wat je kan eten. Ik
heb het daarna nooit meer zo gegeten. En ik heb, toen ik zelf leerde koken, af en toe nog wel eens gebeld van hoe deed je dat ook alweer? En ook de gehaktballen die ze voor ons maakten waren legendarisch wat mij betreft. Later, toen ik na een vakantie in 2016 terugkwam, had ik opeens... En mijn moeder was toen jarig. Toen nam ik iemand mee die we daarvoor nog nooit eerder gezien hebben. Dat was mijn vriendin, die was ik tijdens die vakantie tegengekomen. En daar zie je die betrokkenheid van haar, want ze was onmiddellijk welkom. En ze hoorde er meteen bij. Ik denk ook dat ze Bianca op een gegeven moment leuker vond dan ze mij leuk vond. Dat vind ik zelf ook, dus dat klopt dan wel. Later, toen ik ging werken, bleek ze ook een steun voor me, die niet altijd zichtbaar was, maar er wel was. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment mocht ik in 2000 een congres organiseren in de jaarbeurs met van 3000 mensen of zo. En er waren twee mensen ook bij, dat waren Bianca en mijn moeder, die samen waren gekomen om te zien wat allemaal uitspookte in dat congres. En die hebben dus gewoon, ze hadden geen idee waar het over ging, maar dat geeft niet, ze waren wel de hele dag daar om te kijken wat ik deed. Die grote betrokkenheid die het zo betrokken maakte, zag je ook op die manier. Waar ik zelf ook met veel genoegen aan terugdenk, zijn die tripjes die we af en toe gemaakt hebben. Ja, die foto die u daar ziet staan, die is gemaakt in 2006 toen we met z'n tweeën een dagje Gouda deden. Maar we zijn daarna met pa, met ma, met Bianca, zijn we met z'n vieren, hebben we ook best nog wel wat dingen gedaan die ik zelf erg op prijs heb gesteld en volgens mij ook wel op prijs werden gesteld door haar. Laatste voorbeeld wat ik denk ik wilde noemen is dat ze me ook in mijn werk af en toe gesteund heeft op een manier die ze zelf niet doorhad. Ik zat 2 weken geleden zat ik met mijn minister in overleg over, en die gaat over het ouderenbeleid in Nederland, over wat je van ouderen en technologie met elkaar mag verwachten. En misschien weten jullie dat wel, maar mijn ma was behoorlijk high-tech. Facebooken, FaceTimen, WhatsAppen. De iPad was niet uit haar handen te trekken. En het ging toen in die discussie over van wat mag je nou van ouderen en technologie bij elkaar verwachten. Nou, als je dan met zo'n groepje ambtenaren daarin zit, dat gaat dan behoorlijk lang door. En op een gegeven moment was ik een beetje zat. Ik dacht, ik gooi mijn moeder in de strijd. Ik zei, mijn moeder, die is 79. En als ik terugkom van vakantie, weet ze beter wat ik gedaan heb dan ik. Want ze heeft op Facebook alle foto's gevolgd. Dus ze weet precies wat we gedaan hebben. Nou, het scheelde zeker een kwartier in die discussie, kan ik jullie vertellen, dat ik dan met het voorbeeld kon komen. Wat ik er niet bij gezegd heb, is, als ze er niet meer uitkwam, belde ze de persoonlijke helpdesk. Dat was Bianca, want die legde het veel rustiger uit dan ik hoe het moest. Om het af te sluiten. Op de kaart staat een groot gemis. En ik denk dat een voorbeeld is dat woorden eigenlijk niet goed kunnen uitdrukken wat je echt voelt. Het is een groot gemis, maar ik denk dat het meer is. Ik denk dat de leegte die ze achterlaat niet goed op te vullen is. Dank u wel. Dick, mag ik jou uitnodigen? Lieve mama. Ik was op zoek naar de juiste woorden om afscheid van je te kunnen nemen. Woorden die daar genoeg voor zouden zijn. Die daar goed genoeg voor zouden zijn. Ik heb ze niet kunnen vinden. Ik kan niet met wat klanken duidelijk maken dat ik ontzettend veel van je hou en je niet kan missen. Een van mijn dierbaarste herinneringen aan jou was dat ik in de lunchpauzes op de lagere school naar jou toe kon gaan. En dan alleen met jou thuis was. Dat voelde heel fijn en geborgen. En eens per 2 weken maakte hij het nog specialer, omdat ik dan een broodje panggang mocht halen. En blijer dan dat kon je me niet maken. Na het eten gingen we naar Sjoelen. En je was heel goed in Sjoelen. Je won van iedereen. Maar tussen de middag won ik. In allerlei opzichten. De veiligheid, de geborgenheid, de liefde die je gaf was onvoorwaardelijk. Je hebt me geleerd wat onvoorwaardelijk betekent door het te laten zien, door het voor te leven.
wat voor rare of stomme dingen ik ook gedaan heb in mijn leven. Ik heb me nooit hoeven afvragen of je er voor me zou zijn. Je was er, samen met pa, altijd. Heel bijzonder. Soms voelde die betrokkenheid, die ik nu als een warme deken kan zien, wel eens als benauwend. Ik weet, en ik wist wel altijd, dat je meelevendheid oprecht was. Je was ook graag dienstbaar en heb altijd voor anderen klaargestaan. Zo klein als je was, zo groot was je bereidheid om er te zijn voor mij en voor degene die je lief had. Je hebt me ook geleerd dat je ondanks heftige tegenslagen gewoon door kan gaan. En dat als iets heel veel is, je er gewoon aan moet beginnen, omdat het dan pas minder wordt. En die wetenschap komt tijdens dit rouwproces heel erg van pas. Wat ik ook in je bewonderde, was de manier waarop je mensen welkom kon heten en ze direct in je hart kon sluiten en ze niet meer losliet. Lieve mama, dat je daar ligt voelt zo ontzettend verscheurend. Ik ben blij dat je niet meer hoeft te lijden, want dat deed je al een hele poos en op heel veel verschillende manieren. Ik had gewenst dat dat had kunnen stoppen, maar dat je nog bij ons zou zijn. Dank je wel, lieve mama. En wees niet bang dat je vergeten wordt. Leo, mag ik jou het woord geven? Ja, mij de dankbare taak om de woorden van Bente, kleinkind van... van Ria te mogen uitspreken, want Bente kan het zelf, is bang dat ze zelf niet kan, wil het in ieder geval niet. De kans is ook best groot dat ik het zelf ook niet droog hou, maar dat geeft ook helemaal niet. Moet het nog? Oké. Ik zal proberen het harder te doen. Het is ook moeilijk om hard te schreeuwen als je ook emotioneel bent. Maar dit is wat Bente dus graag tegen oma wil zeggen en wat ook met haar mee in de kist is gegaan, haar woorden. Lieve oma, ik zei het misschien niet vaak genoeg, maar ik hou van jou. En niet hield. Nee, want ik hou nog steeds van jou. De laatste tijd was zwaar, maar je hield je sterk, zoals altijd. Je bleef me herinneren aan de goede tijd, samen. Naar de geitjes of iets uitzoeken bij de zeeman. Als ik er was, mocht ik het allemaal. Wat werd ik toch ontzettend door jou verwend. Toen was het allemaal zoveel makkelijker. Maar ook de mooiste herinneringen, mooiste bloemen vergaan. En jouw tijd was helaas gekomen. Zoals een mooie bloem uit het leven geplukt. Doei, oma. Ik hou van jou. Ik hoop dat je de rust krijgt die je verdient en zocht. Veel liefs, Bent. Ci sei tu con me, con me.
Toen wij deze dienst gingen voorbereiden en we met elkaar afspraken wie wil er wat gaan zeggen, was er één die zei, ik ga wat zeggen, want dat heeft ze verdiend. Mag ik u het woord geven? Een leven lang samen zijn. 6 jaar verkering. Bijna 58 jaar getrouwd. 58 jaar getrouwd. Bijna 64 jaar. Zo lang zijn Ria en ik samen geweest. Feitelijk een mensenleven. We hebben samen lief en leed gedeeld. Er is veel gebeurd tijdens ons leven. Getrouwd, kinderen geboren, ouders gestorven en veel meer. Te veel om op te noemen. Echter, Ria is altijd van ons blijven houden. Daarom wil ik haar bedanken voor de liefde waar ze ons altijd mee heeft omringd. Tijdens de laatste omhelzing heb ik gezegd, je gaat naar de Heere Jezus toe. Want hij laat nooit los wat zijn hand begon. Je blijft altijd in ons hart. Je was een schat van een vrouw.
En zo komen we dichter bij het echte afscheid en zullen we Ria gaan begeleiden naar haar laatste rustplaats. Ook al nemen we straks afscheid van het lichaam van Ria, van uw vrouw, van jullie moeder, schoonmoeder en van oma. Ria zelf is niet weg. En afgelopen week, toen ik bij jullie was, moest ik denken aan het moment dat ik aan het wandelen was en door een weiland liep. En in de ochtendzon zag ik een zwerm vogels wegvliegen. Het was een prachtig gezicht. Ik bleef kijken totdat ze verdwenen waren achter de horizon. En iemand naast me zei tegen me, ze zijn er niet meer. Ik dacht, niet meer waar. Ze zijn alleen uit ons zicht verdwenen. Ze zijn nog net zo mooi en net zo gracieus als toen ik ze zag. We zien alleen dat ze langzaam kleiner worden en uit ons zicht verdwijnen. En juist op dat moment dat wij zeggen, ze zijn er niet meer, zijn er anderen die de vogels zien verschijnen aan de horizon en roepen, kijk, daar komen ze aan. En met dat beeld in ons hoofd mogen we weten en geloven dat nu Ria de horizon over is en wij hier zeggen, ze is weg. En aan de andere kant gejuicht wordt omdat daar een stipje aan de horizon is verschenen dat steeds dichterbij komt. En waar ze roepen, kijk, daar komt ze. Welkom thuis. Prachtig toch, om dat te kunnen zeggen, om dat te mogen hopen en te geloven. En dat vandaag misschien geen vaarwel is, maar een tot ziens. En met die woorden komen we aan het einde van deze afscheidsdienst hier in deze aula. Zo dadelijk gaan we het lichaam van Ria naar haar laatste rustplaats brengen. En u bent van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan. Maar eerst gaan we ons klaarmaken om naar de begraafplaats te gaan. En ik geef u even de gelegenheid om de jas aan te doen. Om daarna nog even plaats te nemen waar u nu zit. Voordat we het laatste lied afspelen. En het prachtige Largo van Händel zal klinken. Gaat uw gang. Ik ga zo de familie uitnodigen om hier rondom Ria te kunnen staan, waarna wij met elkaar naar buiten gaan. En mag ik u vragen, als u in de gelegenheid bent, om te gaan staan als wij zo meteen ook rondom de kisten gaan staan. Mag ik jullie uitnodigen?